De ambassade van Nederland organiseert morgen het Koningsfeest in verband met de 50ste jaardag van koning Willem-Alexander. Het feest dat in Hotel Torarica wordt gehouden is in een souljasje gestoken. Speciaal voor deze gelegenheid zullen Stephanie Rasmali Nunes en Janice van Klaveren de Nederlandse band The Soul Keys Amsterdam ondersteunen. Naast deze muziekformatie zijn er ook Surinaamse acts. Maurice Pourchet, woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, zegt dat het feest niet alleen voor Nederlanders is. Wij willen dat feest vooral met Surinamers vieren. Mm-hmm. En we weten gewoon dat Surinamers van feest houden, van goede muziek houden, maar op muziek ook erg kritisch zijn. Ja. Dus we hebben gevraagd of de Soul Keys de hoofdact zou willen zijn. En we hebben daarmee de lat ook hoog gelegd voor ze. Oké, ik kan het ze straks zelf vragen, maar waarom de Soul Keys? Want er zijn toch bands in Nederland. Klopt, maar de Soul Keys is eigenlijk een van de weinige bands, misschien wel de enige band in Nederland op het gebied van Southern Soul. Dus wat de revue gaat passeren, zij zullen het later zelf vertellen. Aretha Franklin, Otis Redding, Ann Peebles. En wij weten gewoon dat dat muziek is waar veel Surinamers van houden. En dat is de reden waarom we de Soul Keys hebben gevraagd. Dat is dus Maurice Pourchet, woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De ambassade organiseert morgen het Koningsfeest om de 50ste jaardag van koning Willem-Alexander te vieren.